dit is hier een nieuwe deel in Peridaisa. En wat kunnen we hier allemaal zien? Wel, hier staan we nu in de wereld van de koude, zoals wij het noemen, waar dus allemaal dieren voorkomen die dus leven in de Noordpool. Met hier de ijsberen die we zien, de walrussen, we hebben tijgers, we hebben rendieren, we hebben wapiti. En die komen eigenlijk allemaal voor van Alaska helemaal naar Canada, zo over Noorwegen tot in Rusland. Wow, wat is dit hier? Dit hier is een van de hotelkamers in Peridaisa. Want sinds kort kun je dus ook slapen bij de dieren, zoals hier bij de ijsbeer. We hebben nog andere kamers, maar hier kun je dus slapen en natuurlijk wakker worden met Billy de ijsbeer. Hopla! Hallo! Wauw, het is er echt mooi. Ah, ik ben blij dat je het mooi vindt. Kom, we gaan een keer naar de tijgers kijken. Zie je een keer daar, daar liggen ze. Alle vijf. Zouden de dieren niet liever vrij zijn dan in een dierentuin zitten? Deze dieren, dat zijn een soort van ambassadeurs voor hun neven of broers in het wild. Waarom? We weten dat de aarde steeds warmer wordt en dat er een heel groot probleem is dat het ijs in het hoge noorden begint op te breken. En daardoor hebben ijsberen het steeds moeilijker en moeilijker. En doordat deze dieren hier zijn, kunnen wij eigenlijk uitleggen aan de mensen wat er gaande is in de natuur. Hey, hey. Supergoed dat je naar Karrewiet kijkt. Als je nu nog meer nieuwsvideo's wil bekijken, abonneer je dan zeker ook op ons kanaal en bekijk ook deze video's. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Zeker doen.